Op mijn voorlopig laatste dag in Orphanes neemt Astrid me mee. Heel hoog de bergen in. Dwars door de al smeltende sneeuw. En na een drukke werkdag ga jij dit wel eens zo doen? Ja, of in een weekend als ik vrij ben. Nou, ik kan het zeggen, want het is best intensief. Zo, hé. Hey. Zweet, hè? Oh. We gaan nu naar een trekkershut. En, wat is dat precies? Nou, dat zijn, je hebt hier een systeem hier in Noorwegen dat heeft overal hutten staan. En dat is gebouwd door een vereniging. Ja. En daar kun je dus heen gaan, hang de sleutel bij de deur. En dan kun je daar overnachten, zolang als dat iedereen. Je wil. Iedereen in principe. En wat heb je daar dan verder? Is dat... Er is geen elektriciteit, er is geen stromend water. En jij doet dat vaak? Ja, ik doe dat regelmatig, ja. Ik zal je even helpen. Ik merk dat dit niet helemaal mijn roeping is. Dit, maar ik kies het verkeerde spoor. Wat is dat? Ja, dat doe ik. Ik ben er nooit zo vaak weggezakt in mijn leven, joh. Ja, maar de sneeuw is rot, hè? Zoals dat heet. Oh, licht aan de sneeuw. Ja. Ta-ta-ta-ta. Kom erin. In Valhalla. Nou. Jee, dit is oh, dit is heel groot. Ja. Wat gezellig. Het enige wat je hier nog nodig hebt, is een kaarsje. Een knappend haardvuurtje. En dan is er eindelijk tijd voor een goed gesprek. Het knus. Knus, hè? Heb jij een opener? Ik heb een aansteker. Oh, kan je daarmee het... Oh, tuurlijk kan je dat. Hé, hey, hartstikke idee. Jong geleerd, en als ze dat kan. Maar proost erop? Skål. Skål. Dat is Noors voor proost. En waar proost erop? Op het goede leven. Niks aan toe te voegen. Skål. Skål. Zo kennen mijn mensen in Nederland. Astrid met een biertje. Oh ja. Ja.